Hallo allemaal, daar was ik weer. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag laat ik jullie een design zien. Wederom met chroom, doe ik nogal vaak. Ik hou van chroom, dat is het gewoon. Weer met de Colorful Chromes gaan we een leuk design doen. Je kunt natuurlijk chromes poetsen in je laag en met Magic Shine aflakken. Je kunt chromes in stempels, dat heb ik ook al eens laten gezien. Maar je kunt ook schilderen met chroom, maar dan op de nagel. Hoe gaan we dat doen? Laat ik jullie nu zien. Kijken jullie mee? De producten die ik heb gebruikt zijn voor de onderlaag, de ondergrond, de Black is Black Gel Polish, de Extreme Matte Top Gel, Magic Shine of Flex and Shine, maar dat leg ik zo meteen wel uit. Dit is de Colorful Chrome en dan de Turquoise. En dan hebben we ook nog wat strassjes gepakt uit verschillende strasswieltjes. Wat ik net dus al vertelde, de Magic Shine of de Flex and Shine. Waarom? Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke van de twee je pakt, maar net wat je hebt. Ik had hier de Magic Shine staan, want deze heeft geen plaklaag. En daar kun je dus mee schilderen. Als ik chroom op mijn peperpelletje leg en daar een mixje van maak met de Magic Shine, dan kan ik daar mee schilderen. En dat kan ik dan op de nagel, als het uitgehard is, gewoon dragen. Geen probleem. Ik heb als ondergrond de Black is Black gepakt. Extreme Top Gel. 1,5 minuut in de lamp gedaan. En dan heb je een supreme, extreme mat. Beetje verloergevoel zelfs. De ondergrond is nu klaar. Dit blijft ook gewoon zo. En hierop gaan we dan schilderen met wat mixje. Ik pak een beetje Colorful Chrome op mijn peperpelletje. Niet te veel. En leg daar een druppel Magic Shine bij. En dan ga ik dat mixen met elkaar. En je hebt ook echt niet veel chroompoeders nodig. Er zit natuurlijk niet zo heel veel in het potje. Maar je hebt er ook echt niet veel van nodig. Dus je kunt echt heel erg lang met zo'n potje doen. Ik leg ondertussen op mijn peperpelletje altijd wel een droge nail wipe, zodat ik mijn penseel tussendoor even schoon kan vegen. En het schilderen, dat doe ik met de New Detailer, de 1. Maar je zou het ook prima met een frushpen kunnen doen. Het is maar net wat jij fijn vindt om dunne lijnen, in dit geval barok, krullen, te schilderen. Dan pak je wat op. En dan gaan we krullen schilderen. Zo'n design doe ik wel tussendoor even in de lamp. Omdat je toch kans hebt dat de Magic Shine een beetje gaat vloeien. En omdat je lijnen, open lijnen schildert, is dat altijd wel aan te raden. Dat je tussendoor eventjes de lijntjes freest, zogezegd. En dat je daarna door kunt. Uiteindelijk, als je design helemaal af is, doe je hem 1,5 minuut in de lamp. Misschien nog eventueel wat strasjes plaatsen. Dat gaan we natuurlijk wel doen in dit geval. Ik focus me nu even op de bovenkant van mijn design. En als ik vind dat die klaar is, dan doe ik hem in de lamp. Hier nog een leuk blaadje. En misschien hier nog een krulletje. Dit soort designs heb ik heel veel gedaan in de salon met de kerstdagen. Want hoe tof is dat? We hebben natuurlijk nu ook een beetje de mooie colorful chromes en dan de roze tinten. Hè? Dus dat is ook wel heel erg mooi, naast de nude ondergrond. En dat je dan op die zwarte matte top, dat je daarop dan met die mooie koperkleurtjes, hè, of de roze tintjes kunt gaan schilderen. Goed, nu gaan we de onderkant van het design doen. Dus even denken, laten we deze krul dan weer naar boven toe lopen. Hop. Een klein blaadje. Misschien
zittende lijn. Nou, laten we dan ook deze kant even opvullen. Gebruik hier ook echt heel bewust het puntje voor de dunne lijnen van mijn penseel. En het buikje voor de, iets, de blaadjes en de dingetjes die we dan aan die barokkrullen altijd maken. Dus dan leg ik hem neer en dan trek ik hem omhoog. Nou. Als je vindt dat je klaar bent, doe je hem 1,5 minuut in de lamp. En omdat hij geen plaklaag heeft, is hij eigenlijk dan klaar. Nou is het natuurlijk heel erg leuk om hem dan nog even op te leuken met een paar strassjes. Plak je dan met je gemstone gel je strasje in en dan is dit het resultaat. Tadaa! Hatseflats, zoals Jess altijd zegt. Hey, heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei doeg!